geen bandje. Waarom denk je dat je genomineerd bent? Ik werk hier als fysiotherapeut, gespecialiseerd op handen. Ik doe het met heel veel passie en plezier. En ik denk ook dat fysiotherapie het mooiste beroep is ter wereld. En toch zijn er een paar dingetjes die niet zo mooi zijn. En dan heb je het bijvoorbeeld over dat er al 12 jaar lang geen cao is voor de fysiotherapeuten in de eerste lijn. Dat zorgt ervoor dat er een heleboel, vooral jonge collega's, voor heel weinig geld moeten werken. Ik zet me in voor een cao met een eerlijk loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zet ik me ook nog in voor het Nationaal Zorgfonds. Dat is een initiatief om de zorgverzekeraars af te schaffen en te vervangen voor één Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. En met fysiotherapie, tandzorg en GGZ in het basispakket. Zo kan iedereen de zorg krijgen die hij nodig heeft. En dat lijkt me wel zo eerlijk. Wat denk je dat jouw succesfactoren zijn? Waarom ben je succesvol? Ik ben succesvol juist omdat ik onderdeel ben van een beweging. Zo zie je bijvoorbeeld bij het Nationaal Zorgfonds. Er zijn al 146.000 mensen die zich hebben uitgesproken daarvoor. Dat ik daar een ambassadeur voor mag zijn, daar voel ik me heel trots over. Ook zo bijvoorbeeld bij het cao-proces. Er zijn een heleboel mensen die toch zich daar niet lekker bij voelen dat ze geen cao hebben. En geen bescherming wat dat betreft. Mm-hmm. Ik ben heel trots dat ik me mag inzetten voor die mensen. Mm-hmm. Daar ben ik trots op. Oké. Okay. Ja. En als je nou de afgelopen jaren bekijkt, waar ben je nou absoluut trots op? Waar zeg je van, ik vind het zo goed dat ik dat heb bereikt? Ik ben al sinds 10 jaar ben ik fysiotherapeut. En als fysiotherapeut ben ik heel blij dat ik me dagelijks mag inzetten om samen met de patiënt te werken aan hun gezondheidsprobleem. Dan heb je bijvoorbeeld dat mensen door hun klachten, door hun pijn, door hun conditie niet aan het werk kunnen komen of niet voor hun kinderen of kleinkinderen kunnen zorgen. Dat ik daar samen met mensen aan mag werken, daar ben ik heel blij mee. En dat ik daar ook nog eens een keertje ervaring van waardering voor krijg. En dat ik daarvoor betaald word, daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik ontzettend trots op dat ik me daarvoor mag inzetten.